Welkom bij YogaWorks. Mijn naam is Marion en ik neem je mee voor een lekkere les om zo je weekend te starten. En misschien heb je een drukke week gehad, is het even fijn om lekker in je lijf te komen en je even van alles te ontdoen, dat je zo'n beetje refreshed en ontspannen het weekend ingaat. Dus kom lekker zitten op je matje, misschien met een kussentje, misschien gewoon met je zitbotten op de mat. En even je rug een beetje recht, schouders laag. Ontspan je gezicht, je mag je ogen sluiten of in ieder geval verzachten. En voel even zo je handen waar je ze hebt neergelegd. Rustend op je benen of de knieën. En dan adem een keer helemaal in en uit. Met zo'n bewuste ademhaling land je echt zo in je lijf. En mag je even zo opmerken ook hoe je lijf nu aanvoelt. Gewoon terwijl je zo zit. Voel je ergens wat stijfheid? Misschien een pijnlijke plek, heb je ergens pijn? Misschien merk je op dat je hoofd wat onrustig is, zijn er allemaal gedachtes? En soms kan er echt iets zo spelen nog van de dag. Misschien zijn er gevoelens aanwezig, emoties. En laat alles maar gewoon even zijn zoals het nu is. Je hoeft niets weg te duwen. Eventuele gedachten, je hoeft er ook niks mee te doen. En laat maar komen en gaan. En dan adem je nog een keer heel bewust en ook ietsjes dieper in. En weer helemaal uit, mag door de mond. En dan doen we nog een keer, adem een keer weer helemaal in. En zucht weer lekker uit. Breng je de aandacht bij de schouders en inademend neem je rustig je schouders mee omhoog naar je oren. De armen zijn losjes. En op je uitademing laat je schouders zakken. En dan weer zo inademend neem je schouders helemaal mee omhoog. Misschien nog een klein beetje verder. En uitademend schouders weer laag. En weer op die inademing neem je schouders mee. En uitademen, schouders laag. En dan laat je ook echt de beide schouders goed hangen. Mag je rechteroor naar je rechterschouder. Alleen je hoofd opzij. Dus je zit gewoon rechtop in het midden, schouders laag. En voel je stretch linkerzijde van je nek en adem door. Kaken hangen los. Hier nog een keer in en uit. En neem je rustig je hoofd mee omhoog. En dan voel je even zo links en rechts bij je nek hoe het aanvoelt. En dan mag de andere kant, linkeroor, linkerschouder. En voel de stretch rechterzijde. Kan wat soepeler voelen of juist wat stijver. Adem door. Gezicht zacht en nog één adem, zo hier. En komt rustig je hoofd weer omhoog. Voel je bij je nek links en rechts hoe het voelt. En dan adem je in. En uitademen, draai maar met je hoofd naar de rechterzijmuur. Voel hoe het is voor je nek. Inademend je hoofd naar het midden toe. En dan zo uit, helemaal naar links. Voel weer je nek. En doen we nog een keer. Weer zo inademend. En uit naar de rechterkant.
Adem weer in. En uit, nog een keer helemaal links. En dan komt rustig je hoofd weer terug. Zo in het midden. De armen mogen nu achter je lichaam. Je verstrengelt de vingers zo in elkaar. En dan strek je die armen ietsjes van je rug af. Trek je schouderbladen mooi naar elkaar toe. Schouders zijn ook laag. Open je borst. En hier voel je je adem. Adem rustig door, met je kaken los. Maak maar ruimte even zo hier met de ademhaling. Nog een keer helemaal zo in en uit. Breng je de armen rustig naar je rug toe. Trek je navel wat in en dan maken we nu rustig de handen los en die neem je zijwaarts. Dan draai je de handpalmen open en inademend strek je die armen helemaal mee. Voel de lucht door de vingers stromen. Rek jezelf een beetje uit en uitademend schouders weer laag en de armen zijwaarts weer naar beneden. En dan doen we nog een keer weer inademend, mindful, hè. Voel de lucht door de vingers stromen, strek lekker de armen. Rek jezelf nog ietsjes meer uit. En uitademend, ook weer zijwaarts naar beneden. En nog een keer, adem weer in, rek jezelf helemaal mee uit. En bovenin mogen de handen tegen elkaar aan. Uitademend, draai vanuit je taille naar de rechterzijmuur. Neem je de armen mee, komt je linkerarm voor en je rechterarm achter. Zit je in een twist, schouders mooi laag. Hou wat verlenging vanaf je zitbotten naar de kruin van je hoofd. Adem rustig door, adem even in je buik. Nog een keer in en uit. En dan is die navel mee naar binnen toe. Draai je handpalmen open. Inadem en draai terug. Neem de armen meteen mee en rek jezelf weer lekker uit. Uitademen, twisten en draaien naar de linkerkant. Komt je rechterarm voor, linkerarm achter. In de twist deze kant. Schouders weer laag, adem weer in je buik. En hier nog een keer ook helemaal in en uit. Navel weer in, handpalmen open. Inademen, draai weer terug. Neem die handen helemaal mee omhoog. Tegen elkaar aan en uitademen. Voorlangs komen ze naar beneden. Naar je borst. Verstrengen de vingers in elkaar. En inademen, strek zo de armen van je af. En neem ze maar helemaal mee omhoog. Uitademen, buig je een beetje de elleboog. Inademen, trek jezelf er helemaal uit. Voel de stretch. En uit, weer een stukje terug. Adem weer in, voel de stretch. En nu trek je navel in, terwijl je uitademt, nu iets naar rechts komt. Zit botten aan de mat of aan het kussentje. Inademend kom je omhoog en je verlengt hier. En dan uit een stukje naar links. En die doen we nog een keer, weer zo inademend. Verleng eerst de linkerkant en kom je uit naar rechts. Inademend, weer omhoog. Verleng nu de rechterkant. En kom je op je uitademing naar links. Dan inademend, weer omhoog. Maak de handen los, rijk omhoog. En uitademend, weer zijwaarts naar beneden. Dan leg je even tel de handen neer. En dan voel je even zo na. Komen nu echt de zitbot op de mat. Zit je op een kussentje, kom er maar vanaf. Mag je benen even helemaal lekker strekken. En dat je ook goed je zitbotten voelt, zo op de mat. En dan zitten we vanaf die onderrug ietsjes rechterop met de schouders laag. En dan nodig je jezelf uit om rustig wat naar voren toe te komen. En je kijkt wel waar je uitkomt. Dus je hangt wat voorover, iets meer in je stretch. Even met je schouders helemaal ontspannen. Laat je armen, handen rusten. En misschien zit jij helemaal rechtop.
Misschien raak je met je borst de bovenbenen. Als het heel stijf voelt aan de achterzijde van de benen, kun je eventueel onder de knieën misschien een dekentje plaatsen. Even hier zo zijn met je adem. Hier adem nog een keer helemaal in en uit. Dan navel in, kin naar de borst en inademend kom je rustig omhoog. Helemaal zo op tot zit. En dan mag je nu de handen achter je plaatsen. En dan plaats je de voeten lekker op de mat, ruimte tussen die voeten voor de heupen. Adem je in. Uitademend gaan die knieën zo naar de rechterkant. En zo inademend omhoog naar het midden toe en mogen ze uit naar links. En weer zo inademend omhoog naar het midden en uit naar rechts. Inademend weer omhoog naar het midden en uit naar links. En dan kom je terug. Zitbot aan de mat. Mag je nu de voeten echt tegen elkaar aanbrengen. Goed naar je toe brengen. Misschien kun je met je handen om de voeten heen. Anders pak je de enkels vast. Schouders laag. En we zitten wat rechterop. Mag je hier even zo met je benen bewegen. Adem door. En laat je het los. En dan kijk je of je vanuit je onderrug nog een klein stukje mee naar voren, naar beneden toe mag. Misschien kun je met je elleboog in de onderbenen, misschien niet. Je mag je hoofd even laten hangen. Voel de stretch. Adem in en uit. Dan breng jezelf rustig omhoog. En mogen zo die benen weer naar elkaar toe. En mag je naar voren toe komen op handen en knieën. En die knieën plaats je dan heupbreedte onder je. En de polsen zo onder de schouders. De voeten zijn ontspannen op de mat. En dan adem je in. En op de uitademing trek je de navel in en je kantelt je bekken onder je. Rond maar de rug. En mag de kin nog naar de borst. Je duwt je handen een beetje in de mat. Inademend breng je die navel naar de mat. Nu kantel je bekken, maak je rug hol en lift je borst maar mee naar voren omhoog. En uitademend, mooi die navel in en in zo'n golvende beweging rond weer de rug, kin weer naar de borst. Ook weer inademend, vanaf dat staartbeen maak de rug weer hol, lift je borst weer mee. En adem maar weer uit in zo'n golvende beweging. En zo ga je nog heel even door. Je mag je zo nog één volledige ademhaling hier zo zijn in beweging. En dan ontmoeten we elkaar weer zo in het midden, tabletop. En dan hou je de heupen echt boven de knieën. Je bekken kantel je een klein beetje, je onderrug tik je hol. Strek je armen voor je uit. En nu laat je borst zo zakken richting de mat. En dan voel je echt opening borst, oksel, stretch bij de armen. En hier even zo met je adem zijn. Adem je hier nog een keer helemaal in en uit. En dan trek je de navel in. Wandel je de handen naar je toe. Kom je rustig omhoog. En dan land je echt met je zitbotten op de hielen. En dan kom je rustig naar voren en naar beneden. In een child pose.
Even zo hier met je adem zijn in de child pose. Als je voorhoofd de mat niet raakt, plaats dan even iets onder je hoofd. Misschien een kussentje of je handen. Echt even je nek ontspannen, de schouders. En je ademt hier zo in en uit. Dan mag je de armen naar voren toe strekken. En dat je de handen verder naar voren toe wandelt. Ellebogen los van de mat. Schouders laag. En terwijl je naar de handen kijkt, wandel je ze naar de rechterkant. Stap voor stap. En dan voel je daar links een stretch komen. Misschien kun je verdiepen, kan je linkerhand nog over de rechter. Anders laat je ze naast elkaar. En laat je hoofd rustig zo door de armen heen komen. En nu adem je daar waar die stretch voelt, linkerzijde. Hier nog een keer, helemaal in en uit. Volgende inademing, kijk je naar de hand en dan wandel je terug. Adem uit, weer zo naar de mat. Dan wandel je die handen nu verder door naar de linkerkant. Stap voor stap komt daar rechts een stretch. Misschien nog rechterhand over de linker heen. Laat je hoofd weer zakken. Adem naar de stretch waar je hem voelt, rechterzijde. Hier nog een keer in en uit. Inademend kijk weer naar de handen. En uitademend wandel de handen weer terug. Helemaal zo voor je uit. Laat je hoofd even rustig zakken. Helemaal zo richting de mat. Voel de stretches. Dan trek je de navel in, wandel je de handen naar je toe. En kom je rustig weer omhoog. Op tot zit. En voel even voor de knieën of je zo kunt zitten. Of misschien heb je een kussentje nodig onder de billen. Inademen, neem de armen zijwaarts mee omhoog. Uitademen, verstrengen de vingers in elkaar. Breng je schouders mooi laag. Breng je de duimen tegen elkaar aan en de wijsvingers tegen elkaar aan. Kaken los, graag zacht gezicht en adem door. Hier nog een keer helemaal in en uit. Inademend, handen, vingers los, reik mee omhoog. En uitademend weer zijwaarts naar beneden. En dan komen nu de benen weer voor je uit. Is je rechterbeen voor je uit, dan mag je linkerbeen er zo overheen. De zijkant van de voet op de mat. Als je de mat niet raakt, misschien een blok eronder of een dekentje. Je brengt je armen zijwaarts. Schouderbladen mooi naar elkaar toe. Linkerhandpalm open en adem in. Verleng deze kant en kom je op je uitademing zo iets naar rechts. Hou goed zitpatten aan de mat. Je hoofd is in het midden of je kijkt omhoog richting je arm. Ligt er even aan hoe het is voor de nek. Rechter schouder is omlaag van je oor weg. Adem helemaal goed daar, die linkerzijde waar je stretch voelt. Nog een keer in en uit. Dan mag je de navel intrekken, inademend, dan je hand omhoog en uitademend zo naar beneden. En dan wisselen we de benen, linkerbeen voor je uit en zo je rechterbenen overheen, weer de zijkant van je voet. Vanaf daar de stretch laten beginnen, armen zijwaarts. Voel eerst bewust weer vingertoppen zo aan de grond. Rechterhandpalm gaat open. Adem in. Neem jezelf mee omhoog. Op je uitademing kom je naar links.
Linkerschouder helemaal omlaag. Voel nu stretch rechterzijde. Voel ook weer even of het opener voelt of juist wat stijver. Adem hier rustig door. Nog een keer helemaal in en uit. Je trekt de navel in, inademend en je hand omhoog. En uitademend komt die arm zijwaarts naar beneden. En dan mag je rechterbeen voor je uitstrekken. En dan komen de voeten zo aan de mat. Breng je de armen voor, schouders mooi laag. Breng je kin naar de borst en dan rol je rustig af. Gebruik je buikspieren naar beneden. En mag je helemaal zo komen liggen op de mat. Je armen leg je lekker losjes neer. De handpalmen mogen open. Schouders ontspannen. Voel je achterhoofd op de mat en dan adem je in. En uitademend rol en draai met je hoofd naar de rechterkant. De kaken hangen helemaal los. En dan inademend je hoofd naar het midden toe. En zo uit naar links. Inademend naar het midden. En uit nog een keer helemaal naar rechts. Inademend naar het midden. En uit, ook nog een keer helemaal linkerkant. Dan breng je rustig je hoofd weer terug naar het midden toe. De navel trek je een beetje in, onderrug in de mat, komen knieën omhoog. Voeten los van de mat en de handen op de knieën en hier maken we cirkels. Terwijl je doorademt, voel de draaiende beweging, gezicht is zacht en mag je ook even de andere kant op draaien. En misschien voelt deze kant ook net een beetje anders. Adem door. En dan breng je met je handen de beide knieën naar je borst, schouders mooi laag en adem hier een keer in en uit. Rustig veert het van je af en dan plaats je rechtervoet op de mat. En dan komt die linker enkel zo tegen die knie aan. Check je opening in je linkerheup. Misschien kan die knie nog iets naar voren van je af. Dan gaan je handen naar je rechterbeen, rechtervoet los van de mat. Pak je of de achterzijde van je been vast. Of misschien kun je zelfs bij je scheenbeen komen. Mocht jij bij je scheenbeen kunnen komen, maar kiep je hoofd erg, dan plaats je een dekentje onder je hoofd. Hier voel je stretch vanaf je linkerbil. En voel weer zo de adem. Even een paar ademhalingen hier zo zijn. Adem nog maar een keer helemaal in en uit. Dan mag je de handen losmaken en komt je rechtervoet weer terug op de mat. Mag je linkerbeen eraf halen, de benen helemaal neerleggen. Armen weer ontspannen. En even hier zo voelen en zijn. Links, rechts, hoe het aanvoelt. Voel weer zo de adem. En mag de adem hier even in je buik landen, misschien zelfs met je handen op de buik. Adem een keer helemaal wat dieper, zo in je buik. Dan mag de navel weer in, knieën omhoog, voeten los van de mat.
En met je handen pak je weer die knieën en die breng je zo zachtjes naar je borst. Schouders laag en je ademt weer in en uit. Rustig veert het van je af en nu plaats je linkervoet op de mat. Dan komt je rechter enkel tegen die linkerknie aan. Check eerst voor opening in je rechterheup. Misschien kan de knie iets naar voren van je af. Handen gaan naar je linkerbeen, linkervoet los van de mat. Pak je linkerbeen of de achterzijde vast of je scheenbeen. Schouders laag. Voel de stretch vanaf je rechterbeen. Adem weer rustig door. Kaken los. Gezicht ontspant. Adem hier nog een keer helemaal in en uit. Dan maak de handen los. Linkervoet weer terug op de mat. En mag je de benen eraf halen en jezelf weer helemaal gaan neerleggen. En dan voel je weer na. Ook echt even zo links en rechts weer hoe het aanvoelt. Dan mag je de voeten op de mat plaatsen. En vanaf hier breng je dan de voetzolen tegen elkaar aan en dan open de knieën wijd. Leg je de handen even op je buik neer, schouders laag. Probeer je echt even los te laten vanuit je heup. En breng je drie rustige ademhalingen in de buik. Dan navel in, rustig knieën omhoog. Komen de voeten weer even eerst op de mat. Dan mag je de knieën weer optrekken en je armen om de benen heen slaan. En dan wieg je van links naar rechts. Even zo die onderrug een beetje masseren. En dan komen de voeten weer op de mat met de benen tegen elkaar aan. Laat je ze nu vallen naar de rechterkant. Mag je linkerarm zijwaarts van je afstrekken. Schouders ontspannen laag. En misschien kan je nog met je hoofd naar je linkerhand toe draaien. Voel even of dat oké voelt voor je nek. Anders is je hoofd in het midden. Adem zacht en klein. Hier nog een keer in en uit. En mag eerst je hoofd weer terug naar het midden. Dan knieën omhoog. En eerst weer even voeten helemaal op de mat. Voel de onderrug weer in de mat komen. Benen tegen elkaar aan en laat ze nu vallen naar de linkerkant. En dan mag je nu je rechterarm helemaal van je afstrekken. Schouders ontspannen laag. Misschien kun je nog met je hoofd naar je rechterhand toe draaien en anders laat je hoofd in het midden. De adem weer klein. Adem hier nog een keer helemaal in en uit.
En je hoofd weer terug. Dan de knieën weer op. Voeten eerst nog op de mat. Dan knieën weer omhoog. Weer even handen op de knieën. Maak weer even cirkels. Even ene kant. En nu ook zo de andere kant. En dan in het midden tot rust met die handen bovenop de knieën. Inademend stukje naar voren van je af. En uitademend naar je borst. Mag je hoofd laten liggen. En weer zo inademend naar voren van je af. En uitademend naar je borst. En nog een keer adem weer in. En weer uit. Dan mag je jezelf helemaal gaan neerleggen. Kom je nog even zo liggen. Voor Shavasana nog een korte eindontspanning. Lekker losjes. Even zo je hielen voelen op de mat. Je kuiten. De billen die zo op de mat rusten. Schouderbladen wegzinkend. Delen van de armen op de mat. Voel even waar je de handen hebt neergelegd. Vingers losjes. En zo je hoofd. Voel je achterhoofd rustend op de mat. Voel zo al die punten en de zwaarte van je lichaam op de mat. En dan adem je een keer in. En uitademend laat je die zwaarte helemaal los. Terugstromend de aarde in. Geef het weg. En als je ruimte hebt om nog zo lekker te blijven liggen, helemaal te ontspannen, dan blijf je nog helemaal zo lekker hier. Als je wilt afsluiten, dan draai je even op de zij. Komen we eerst even rustig op de zij liggen. Nog met de ogen gesloten. En dan met gesloten ogen kun je jezelf ook rustig omhoog brengen. Dat je dan weer opkomt tot zit. Eerst altijd even voelen dat je rechtop zit. Voel je zo de adem. En voel maar hoe je nu bent. En dat je dan helemaal ready bent voor het weekend. Namaste. Dankjewel voor het volgen van deze les. Vond je dit fijn en leuk? Mag je een duimpje omhoog doen? En spread the word. Abonneer je lekker op mijn kanaal voor weer leuke andere yogalessen. Tot de volgende keer.